welkom bij deze nieuwe video. Vandaag heb ik echt een super leuke video, want ik heb weer een winactie. Yeah. Ik heb super vaak winacties op mijn kanaal en mijn winacties zijn ook altijd groot. Dus vandaag is er weer eentje. Ik heb al een hele lange tijd geen mee gedaan. En ik ga vandaag in de video laten zien wat jullie allemaal kunnen winnen. En aan het einde van de video ga ik vertellen wat je moet doen om te kunnen winnen. Deze winactie loopt precies 1 week. Ik zet beneden ook in de beschrijving nog extra erbij wat je moet doen en tot wanneer de winactie loopt. Heel erg belangrijk, doe echt elke stap die je moet doen, want als je dat niet doet, dan win je misschien niet. En ik heb al 1 keer gehad dat ik iemand wilde laten winnen en dat die persoon helaas niet alles had gedaan, dus heb ik iemand anders laten winnen. Dus doe echt elke stap die je moet doen en dan komt gewoon alles helemaal goed. Ook wil ik vertellen, omdat ik deze reactie krijg bij bijna alle winacties, waarom ik zo'n groot pakket aan 1 persoon weggeef in plaats van een heleboel kleine pakketjes. Daar heb ik verschillende redenen voor. Eén daarvan is dat dat veel te veel gedoe is, want dan wil ik ook dat elk klein pakketje precies evenveel gaat zijn qua waarde, want anders vind ik het weer niet fair dat de ene persoon iets meer wint dan de andere en dat soort dingen. Dus het is echt een heel gedoe. Dus ik doe gewoon altijd 1 groot pakket voor 1 persoon. En die persoon kan dan ook weer, als hij dingen niet wil hebben of gewoon andere mensen ook iets gunt, het weer verspreiden aan vrienden, familie en dat soort dingen. Dus op die manier winnen er toch een aantal mensen eigenlijk, in principe. Ook al wint er maar 1 persoon. Dus dat is wat we vandaag gaan doen. Ik ben weer heel enthousiast. Wat je kunt winnen heeft allemaal te maken met beauty, make-up, skincare, dat soort dingen. En winacties maken me altijd heel erg blij, omdat ik het gewoon altijd heel leuk vind om iemand van jullie zo'n groot pakket te laten winnen en om iemand zo blij te maken. Ook alles wat je wint is helemaal nieuw. Het is niet gebruikt, het is geen tweedehands make-up of wat dan ook. Het is gewoon compleet nieuw. Dus ik ga snel beginnen met de video en ik ga laten zien wat je allemaal kunt winnen. Woo! Heel deze zak is helemaal vol met producten. Oh my god, ik heb weer lekker veel. Eerste wat je kunt winnen is het Essence Bloom Baby Bloom Oogschaduw paletje. Super mooi paletje met hele mooie kleurtjes. En je hebt ook hier een pressed glitter. En dat is vrij nieuw bij Essence. Dat hebben ze nooit echt in hun paletjes. Dus echt een heel mooi lente / zomer paletje. Deze kun je winnen. Ik heb hier ook een maskertje van Care. Een smoothing masker. Fijn voor op je gezicht. Ik heb van Webbekos de One Step Cleanser. Dit is iets om je gezicht mee schoon te maken. Om je make-up mee eraf te halen. Dan heb ik hier een kwast. Een prachtige make-up kwast met allemaal van die glitters hier. Super mooi. Deze is van Nirede Plush Powder Blush. Dit is dus een grote fluffy kwast voor poeder. Van Thyme heb ik hier de Anti-Aging Serum voor je gezicht. Ik zal hem even laten zien. Dit is hem dan, een serum voor op je gezicht. Als je je gezicht hebt schoongemaakt, kun je deze aanbrengen. Anti-Aging Correcting and Perfecting Serum staat erop. Ik heb hier ook een heel klein schattig oogschaduwpaletje van I Heart Revolution Unicorn. Met echt prachtige, beetje felere kleurtjes wel. Paars, roze en dat soort dingen. Dan heb ik hier een groot oogschaduwpaletje van Be Creative Makeup, de Essential 3 oogschaduwpalet. Dit paletje heb ik dubbel en ik heb hier al 1 keer een look meegemaakt. Ik breng hem even hier in beeld. Het is echt een heel fijn en mooi paletje met een beetje naturel kleurtjes. Je kunt het hierop zien staan. Ik wil hem niet openmaken, want hij is zo mooi dicht gedaan. Dus ik laat hem zo, maar dit is echt een heel fijn paletje. En dan heb ik nog een paletje en dat is de Essence de Nude Palette. Een heel mooi nude everyday oogschaduwpaletje met glanzende kleuren en matte kleurtjes. Ik heb hier van Olaz een gezichtscreme, ook altijd heel erg handig om te hebben. Van Makeup Studio heb ik hier een bronzer in de kleur... Er staat geen kleur op. In ieder geval Lumière bronzingpoeder. Deze heb ik ook en ik vind hem echt fantastisch. Ik heb die ook al in een video 1 keer gebruikt en laten zien, waarin ik al hun make-up had getest. Die bronzer is zo erg mooi, dus je gaat hier echt blij mee zijn. Ik heb hier een Only You felle oranje nagellakje, ook leuk om te hebben. Ik heb hier van Webbekos ook een toner. Dit is een hele handige mix. Dan maak je hiermee je gezicht schoon en dan daarna breng je deze aan. Ik heb ook een parfum van Intimacy of zoiets. Een hele mooie roze verpakking. Van Essence heb ik ook nep wimpertjes met een gouden glitterrand. Heel erg apart. Ik heb van Technique Vitamine C Concealer. En ik heb een oogpotloodje van Luxe. Dit is een grijzig oogpotloodje. Dus niet zwart. Dat is wel apart. En van Cam Deux heb ik hier een highlighter. Ik zal hem even laten zien. Dit is de verpakking. Heel mooi. Heel luxe. En dan is dit hoe die eruit ziet. Zo'n hele licht roze highlighter. Dan heb ik hier een wenkbrauwkit van Catrice. Met heel veel verschillende wenkbrauwpoeders. Een highlighter.
en een wax. Dus je hebt hierin echt alles voor je wenkbrauwen. En je hebt heel veel kleuren. Dus welke haarkleur je ook hebt, de kleur gaat matchen voor jou. Van Technique heb ik hier een vitamine C oogcrème volgens mij. Van Essence heb ik nog meer nep wimpers. Dit zijn hele mooie naturel wimpers. Van Pixi heb ik een gezicht cleanser, ook weer om je gezicht mee schoon te maken. Dit is de Retinol Jasmine Cleanser, mooie paarse lila kleur. Van MUA Cosmetics heb ik hier een prachtige blush. Deze heb ik dubbel. Dit is de kleur Rouge Punch. En ik vind deze blush echt heel erg mooi en fijn. Van de Only You collectie van Easy Paris heb ik dit schattige oogschaduwpaletje. Mermazing staat erop, heel erg cute. Met heel veel prachtige glanzende kleurtjes. Heel erg mooi. Ook een hele mooie zwarte kleur. I love it. En van Pixi heb ik hier de Jasmine Oil. Dus dit is van dezelfde collectie. Handig om ook allebei te hebben. Van Clinique heb ik hier nog een gezicht cleanser volgens mij. Ja, cleansing. Ook altijd handig om te hebben. Om je gezicht schoon te maken. Ik heb hier een wimperapplicator van Queen Tarsi. Als jij moeite hebt met nep wimpers aanbrengen, is dit erg handig om te hebben. Ik heb hier nog een oogschaduwpaletje van Essence. Kijk deze verpakking hoe leuk. Het valt gewoon zo naar beneden. Super leuk gedaan. En de kleuren zijn ook echt prachtig. Echt draagbare kleuren en echt een mixje van matte en glanzende kleuren. De persoon die wint heeft heel veel oogschaduwpaletten. Dan heb ik hier nog meer wimpertjes van Essence. Deze zijn iets meer heftig. En ik heb nog een I Heart Revolution oogschaduwpaletje met een grote pizza erop. Echt hilarisch. En deze zit vol met echt prachtige leuke kleurtjes. Een beetje aparte kleurtjes. Dus leuk om een beetje te experimenteren met kleur. En ik heb van Mine Tan tanning water. Dit is dus water die jou helemaal bruin maakt. Dus dan kun je jezelf lekker bronzy maken voor de zomer. Ik heb hier echt een prachtig oogschaduwpalet van Technique Cosmetics. Ik was aan het twijfelen of ik hem wilde wegdoen. Oh, hij kan niet open. Hij is dicht. Ik was aan het twijfelen of ik hem wilde wegdoen. Want ik vind de kleuren zo mooi. Maar ik dacht bij mijn eigen, ik heb al zoveel van dit soort kleuren. En laat me gewoon iemand blij maken hiermee. Dus dit is hem dan. Echt, de kleuren zijn prachtig. Helaas kan ik hem niet openmaken, want dat vind ik dan zonde. Maar echt hele mooie, beetje lenteachtige kleuren. En een mix van matte en glanzende kleuren. Ik heb hier een heleboel nagellak. Nagellak doe ik altijd weg, want ik heb altijd acrylnagels. Dus deze gebruik ik niet. Ik heb hier van Catrice een hele mooie, beetje licht roze. Ik heb van de Only You ook weer een beetje zo'n holographic roze-achtige nagellak. Van UMG Cosmetics heb ik een beetje een bronzy glanzende kleur. Van Catrice heb ik een meer felle donkerroze kleur. En van Alessandro of zoiets een beetje een donkere glanzende kleur. Dus deze kun je ook allemaal winnen. Ik heb nog meer wimpers van Essence. Dit is zo'n panterprint wimpers. Misschien leuk met Halloween, carnaval, festivals. Ook al hebben we nou geen festivals, maar heel erg aparte wimpers. Ik heb hier een heel klein chocoladepaletje van I Heart Revolution. Deze heet Nudes en dit zijn de kleuren. Dit zijn ook van die everyday bruinige kleurtjes. En ik heb hier een hele mooie highlighter van Essence van de Bloom Baby Bloom collectie. Dus dit is van diezelfde collectie als dat oogschaduwpaletje die je ook wint. En dit is de kleur 01. Dan heb ik van Pixi een Glow Tonic. Ook fijn om te hebben. Van Webbekos heb ik hier een gezichtsmasker iets of zo. Wat is dit? Enzyme mask. Exfoliating. Oh ja, het is echt een maskertje. Je moet hem 5 minuten opblazen en hij wordt niet hard. Dus het is een beetje een soort van crème masker. Dus dat is apart en leuk. En van La Ritzy Cosmetics heb ik hier een liquid lipstick in de kleur Nudes. Deze heb ik al opengemaakt, zie ik hier. Een hele mooie Bordeaux rode matte liquid lipstick. De verpakking is open, maar ik heb hem niet gebruikt. Ik heb van W7 de 24K Gold Lip Gloss. Dus een gouden glanzende lipgloss. Ziet er echt prachtig uit. Oh my god. Ik heb hier Alia Nep Wimpers van Queen Tarsi. Hele mooie naturel everyday wimpers. Ik heb van Technique Cosmetics lipbalmpje. Super cute verpakking. Je kunt die zo hangen met kerst in je boom of zo. Ook al is het nog lang gekerst. Van de Naturel lijn van de Easy Paris heb ik hier een handbalmpje. Ook heel erg leuk. En van Webbekos weer heb ik hier een cleansing foam. Dus ook weer om je gezicht mee schoon te maken. Van Merci Handy of zoiets. Ik weet niet precies wat voor brand het is. Heb ik hier een handcrème. En ik heb van Technique nog zo'n lipbalmpje. Dus je hebt er zo 2. Deze zien er echt zo schattig uit, I can't. Van Be Creative Makeup heb ik hier een glitter lipgloss. Deze had ik dubbel, 001 Wanderlust. Die andere heb ik gehouden. Ik wil de verpakking niet openmaken, dus ik ga die van mij laten zien.
En dit is die van mij. Dit is echt een super mooie, wittige, transparante gloss. Maar wel met hele prachtige glitters er doorheen. Dus deze, je gaat hier echt zo blij mee zijn. En dan heb ik hier nog een paletje van Makeup Revolution. Ik maak hem even open, want deze kan gewoon open. Met allemaal van dit soort felle kleurtjes. Super leuk. Ze zijn allemaal glanzend. Eentje is mat. Deze bruine is mat. Maar voor de rest alles glanzend. Echt een fel oogschaduwpalet. Je kunt hier echt een paar heftige looks mee maken. We zijn nog niet klaar. Ik heb hier nog een gloss van Be Creative Makeup. De verpakking ben ik kwijt. Maar ik heb hem niet gebruikt. Want deze heb ik ook dubbel. En de andere gebruik ik gewoon. Ik heb die nog laatst gebruikt in een video. Ik zal even een foto laten zien waar ik hem op heb. Deze is echt prachtig. Echt een hele mooie rode lipstick. Gloss lipstick. 307 Candy Cane High Shine Lip Gloss. Van Pixie heb ik nog een Glow Tonic. Van L'Occitane heb ik hier een water gel cleanser om je gezicht mee schoon te maken. Deze is heel fijn voor mensen met een droge huid. Van Salcura of zoiets heb ik hier een gel. Die is voor je gezicht. Het is een gel serum, dus heel erg fijn. Van MUA Cosmetics heb ik hier een lipstick. Deze heb ik ook dubbel. Dit is de kleur Secret. Echt een prachtige bruine nude kleur. Je gaat hier echt heel blij mee zijn. Ik vind die mij echt prachtig staan. Van James Red heb ik hier Tanning Drops. Dit zijn gezichtsdruppels. Druppels voor op je gezicht en dat maakt je gezicht bruin. Ik mix die altijd met mijn dagcreme en dan mix ik die in mijn gezicht en dat houdt dan de tan bij op mijn gezicht. Ik tan altijd helemaal alles, alleen de tan op mijn gezicht gaat er altijd sneller van af dan de rest, omdat je je gezicht schoonmaakt en dat soort dingen. En met dit soort drops kun je dus je gezichtstan bijhouden. Echt ideaal. Van Face heb ik hier micellair water. Ik denk dat iedereen wel weet wat dat is, gewoon voor je gezicht om het schoon te maken. Van Essence heb ik hier een nagelolie, ideaal om je nagels te verzorgen. En als laatste, last but not least, Eva wimpers, ook van Queen Tarzi. Ook hele mooie naturel wimpers, wel iets heftiger dan die andere. Dus dan kun je eventueel afwisselen met naturel en iets heftiger. Ook echt prachtige wimpers. En dat was het dan. Nou mensen, dit was dan alles wat je kunt winnen. Het is echt weer een heleboel, zoals altijd al mijn winacties. Ik ga nou vertellen wat je moet doen om te kunnen winnen en dat soort dingen. De winactie loopt dus precies 1 week. Volgende week maak ik bekend wie er heeft gewonnen. Wat je moet doen om te winnen is... obvious, abonneer op mijn YouTube kanaal als je dat al hebt gedaan. Helemaal top. Als je dat nog niet hebt gedaan, doe het dan eventjes snel. Like deze video. Geef me een dikke vette like. Gewoon hier beneden. Duimpje omhoog. Helemaal gratis. Zijn makkelijk en zo gedaan. Nummer 3, volg me ook op Instagram. Mijn Instagram is Sarah Marieke. Heb jij geen Instagram, maak er gewoon even snel eentje aan en volg me dan. En dan kun je alsnog meedoen. Als je geen Instagram hebt, kun je ook niet meedoen. Want ik ga jou daar een berichtje sturen als je hebt gewonnen. En nummer 4, het belangrijkste. Laat hier beneden een reactie achter. Laat gewoon iets leuks achter. Het maakt niet uit wat je zegt. Misschien waarom je wilt winnen. Wat je zo leuk vindt aan mijn kanaal. Waarom jij van make-up houdt. Het maakt werkelijk waar niet uit wat je zegt. Als je maar gewoon iets leuks achterlaat. En belangrijk, niet vergeten, laat je Instagram naam achter ook in de comments. Als je dat niet doet, weet ik niet wat jouw Instagram is en dan kan ik jou daar ook niet berichten. Want ik ga de winnaar hier beneden bekendmaken, maar ook die persoon een DM sturen via Instagram. Dus een privébericht via daar. Ik wens iedereen alvast super super veel succes. Er kan maar 1 persoon winnen, maar niet getreurd. Ik hou best wel vaak winacties. Ook op mijn Instagram hou ik ook vaak winacties. Dus daar heb je ook extra kans als je mij ook daar volgt, want dan zie je ook wat extra winacties die ik niet hier op mijn kanaal laat zien. Hoe kies ik de winnaar? Gewoon willekeurig. Ik scroll gewoon een beetje. Ik kijk naar wie iets leuks zegt, wat ik ervan vind en dat soort dingen. En dan maak ik gewoon willekeurig een winnaar bekend. En dat doe ik dus hier beneden in de reacties. En die persoon krijgt een privébericht via Instagram. Nog iets wat ik wil ophelderen is: stuur mij geen berichten via Instagram omtrent de winactie. Ik hoef geen berichten met ik doe mee, ik wil winnen, dat soort dingen. Je maakt geen extra kans als je mij een bericht stuurt. En ik vind het ook heel erg irritant als mijn hele inbox wordt volgespamd met mensen die willen laten weten dat ze willen winnen. Want heel veel mensen berichten mij ook met een oprechte vraag over iets of willen mij iets laten weten en dan zie ik die berichten niet, omdat mijn hele inbox wordt volgespamd met mensen die mij berichten sturen over de winactie. Dus doe dat alsjeblieft niet. En dat was het dan. Iedereen super super veel succes gewenst en ik hoop jullie weer snel te zien bij mijn volgende video. Doei doei!